is de Molukkenstraat, een straat in Amsterdam-Oost, de straat van Mbarak Boussoufa. Want hier op het nummer 393-393, daar is hij opgegroeid en ik heb er afgesproken met zijn weliswaar jongere, maar iets grotere broer Mustafa. Dag. Hey. Robin. Net als heel wat collega's leerde ook Boussoufa voetballen op straat. Zijn pleintje lag om de hoek van het ouderlijk huis. Dit is dus het pleintje. Dit is het pleintje waar onze schoenen hebben versleten. Ik weet nog dat we de eerste dag binnen waren gekomen. En toen waren we hier op voetbalschoenen binnengekomen. Echte noppen? Echte noppen. Hoe sterk was hij gebeten door voetbal? Oh, erg gebeten. Hij wou helemaal niks eten van andere dingen. Hij zei tegen me een keer, kom we gaan voetballen. En ik zeg bijvoorbeeld, nee, ik wil gaan fietsen. Ja, wat fietsen, jong? Kom voetballen, man. Ga voetballen, man. Je gaat toch niet fietsen? Dus hij wil echt alleen maar echt voetballen de hele dag door. Maar het pleintje had een sluitingsuur, niet zo leuk. Als we niet binnen konden komen, dan gingen we altijd via het raampje. En daar wonen jullie, maar hoe kwamen jullie hier dan? Je kon via de paal en deze groene hek gingen we ook naar boven. Ja, en die pinnen en die prikkeldraden? Ja, nee, dat deed er niet toe. Dat was geen probleem. En dan? Dan heb je daar zo'n soort schoorsteentje. Waar de rook uitkomt? Ja, waar het rook uitkomt. Ja? Je gaat zien dat het krom hangt. Ja? En misschien Barks afdruk. Ja. En zo klommen we weer naar boven en we waren weer boven. Als de tuin gesloten was, en dan ging Bark zoals altijd weer via zijn balkon kwam in de tuin in. En dan ging hij uren achtereen trainen, de bal alsmaar trappen op doel. 3, 4 uur achter elkaar. Dat de buren er gek van werden en mij belden van een... Kom die jongen van het... pleintje halen, want we worden er helemaal gek van. Wel ongelooflijk, jongen, dat je doet. Jongens. Kom op, hè. Je bent verzekerd, toch? Ja, verzekerd. Okay. Zo komen we weer binnen. Voilà, zo simpel was het. De familie Boussoufa koestert nog alle trofeeën van Bark. Zo moest hij tijdens de rust van een Ajax-wedstrijd proberen zo lang mogelijk de bal hoog te houden. Bark verpulvert het record en moet stoppen na 900 keer. De tweede helft kwam eraan. En hij houdt hem even stil op 900. Bark Boussoufa. Op een magistrale manier. Nou, dan mag je de bal hebben. Hij mag de bal van mij hebben. Weet je dat nog? Ja, toen met Ajax. 900 hoog houden. In de arena, toen was hij eerst. In de arena, toen heeft hij gewonnen en die bal mocht hij meenemen naar huis. Ja. En is hij hier geen meespelen op straat. En dan komt een bus en dan knalt hij bam! En dan knalt hij die bal, ja. Echt waar. Ja, de hooghouwwedstrijd, de eerste prijs. Deze was groter als een bark. Maar kon hij niet meer tillen? Ik dacht, nou, we hebben een grote beker. Die jongen die heeft, maar iedere keer neemt een beker of een medaille of de beste speler of zo. Maar we hadden niet verwacht dat hij zo'n goede voetballer kan zijn. Ik was altijd druk bezig met voetbal. Als er iets op tv was, bijvoorbeeld een serie, en er was voetbal, dan kon je het wel vergeten. Ja. Hij deed er alles aan, want hij kwam op tijd terug van voetbal, van buiten voetballen, om te kijken naar de match. Zo had hij altijd met Labiba een keertje gevochten. Toen had hij daar, in het klap gegeven. Had hij een rug en toen rende hij in het toilet en is hij gesloten. Dat kan... Mogen we dat wel zeggen? Ja. أنا العلاقة ديالي معاه مزيانة وهو مزيان معايا كاين اللي ود يبغيني وأنا نبغيه وما يرتاح لي نكون معاه وأنا ملي ما يرتاح لي نشوفه مشي عنده ولا يجي عندي فرحانة به. Hij voor ons allemaal gezorgd als we wat nodig hebben of wat dan ook. Je hoeft het alleen maar te zeggen en hij doet het voor je. Je kan het niet beschrijven. Je blijft die man dankbaar voor altijd. Hij is mijn held. Hij is de familieheld.